Dat vind ik heel lastig, stijl. Ja, ik doe eigenlijk maar wat. Ik heb bijvoorbeeld een paar mooie blouses. En dat vind ik dan leuk een beetje op een stoer broekje. Hakken, die draag ik alleen echt nog maar als het echt moet. Verder, terwijl een jaar heb ik daar ingewikkeld over gedaan. En nu ben ik er zo klaar mee. Nou, nee, dat vind ik heel erg lastig. Ik zie wel, ik kijk wel eens in modebladen of zo. Je ziet wel eens, je, oh wat leuk. Maar ja, weet je, het moet ook bij je passen. Als ik naar Audrey Hepburn kijk bijvoorbeeld. Dat is prachtig. Maar ja, als ik dat aantrek, is de vlag op mijn modderschuit. Los van de little black dress, want weet je, dat is altijd handig om in huis te hebben. Maar ook dat moet dan in jouw stijl zijn. Dus die vergissing moet je niet maken. Je moet echt heel erg kijken naar wie je bent. Naar de mate van je lijf. Ook ik heb brede schouders, kleine borsten. Dus als ik zo'n Ibiza-jurk aantrek of Bohemian, dan word ik echt maar vlodder van ook. Nee, mijn moeder maakte veel kleren zelf voor mij. Wat ik natuurlijk verschrikkelijk vond. Maar ja, dat was gewoon zo. En ik weet wel dat ik droomde van een spijkerbroek. Een echte spijkerbroek. Nou, die kreeg ik op een gegeven moment. Dus daar was ik dolgelukkig mee. Nou, ze maakten broeken. En van even zo'n vestje erbij. Bloesjes, jurkjes, rokken. Veel broeken. Ik was echt wel een broekenmeisje. Ik kan me nog heel goed herinneren van zwarte ripstof. Hele fijne ripstof. Met een heel klein geel, roodachtig bloemetje erin. En had ik ook een giletje van. Dat vond ik dan wel leuk. Dan had ik er een kooltrui onder, een groene kooltrui. Ja, maar ook jurkjes met smokwerk. Dat was even wat jonger. Zo, een smokwerk zo. Met lila wit geruit. Een jurkje. Vond ik een heel mooi jurkje, dat weet ik nog. Nou, nee. Kijk, als ik kijk naar House of Cards en naar Claire. Dan denk ik, ja, fantastisch. Prachtig vind ik dat. Ja goed, die heeft al het lijf voor. Maar dat vind ik wel, en als ik nou kijk, Annegien Steenhuizen, vind ik fantastisch gekleed, de nieuwslezeres. Die heeft ook een hele mooie, duidelijke beleiding, stevige kleuren. En ja, dat vind ik echt heel mooi. Een joggingbroek en een oude trui van mijn dochter. Zo'n hoodie, ja. Dat is natuurlijk het allerlekkerste. Heel comfortabel. Met mijn verpleegsters klompen en dikke sokken.